Het is weer tijd om de begroting voor Veenendaal voor het komende jaar 2021 vast te stellen. Dit jaar is anders gelopen dan van tevoren verwacht werd. Het coronavirus is van grote invloed, ook op iedereen in Veenendaal. Door het coronavirus zien de financiën er anders uit dan normaal. De gevolgen zijn nog onzeker, maar toch moeten we nu al kiezen waar het geld aan uitgegeven gaat worden. Ondanks die onzekerheid moeten er volgens GroenLinks nu juist ook keuzes gemaakt worden om samen te werken aan een mooie stad. De lokale inclusieagenda die in de raadsvergadering van oktober is vastgesteld, is nog niet genoeg om Veenendaal echt toegankelijk en inclusief te maken. Er moeten meer aanvullende maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat Veenendaal voor iedereen toegankelijk wordt. Dit kan bijvoorbeeld door een projectcoördinator aan te nemen om dit te kunnen begeleiden. Ook moet inclusie breder gezien worden dan alleen mensen met een lichamelijke beperking, zoals het nu in de lokale inclusieagenda genoemd wordt. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat Veenendaal voor iedereen toegankelijk is. Ook in andere delen van het sociaal domein moeten we zorgen dat er niet bezuinigd wordt op de verkeerde dingen. De kosten zijn hoog, maar het belang van de mensen die ermee te maken hebben moet altijd voorop blijven staan. Veenendaal wordt energie-neutraal in 2035. Dat is wat de gemeenteraad in 2015 met een grote meerderheid heeft besloten. Het is goed en nodig om hierin als gemeente ambitieus te zijn. We moeten deze ambitie en de afspraak die daarover gemaakt is niet zomaar opgeven. Het is in ieder geval belangrijk dat we de komende jaren grote stappen zetten op het gebied van verduurzaming en klimaatbeleid. Iedereen zal daaraan een bijdrage moeten leveren, maar de kosten moeten zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Het is goed om hierover in gesprek te blijven met alle betrokkenen, zodat we duurzame en sociale besluiten kunnen nemen.